Educator begon in 2005, in de tijd van vraagsturing met het persoonlijk activiteitenplan voor Winnersheim-studenten. Van daaruit ontwikkelden we door naar een online omgeving waarin studenten in 2020 hun eigen leerroute samenstellen en hun eigen tempo bepalen. In deze video laten we u zien hoe Educator vandaag de dag studeren in eigen tempo mogelijk maakt. Hoe we dat doen, illustreren we graag met behulp van Saxion Hogeschool. Sinds 2010 zet Saxion Educator in als onderwijscatalogus en volgapplicatie voor het voltijdonderwijs. In 2015 kwam daar Saxion Part-time School bij, het flexibele deeltijdonderwijs van Saxion. De functionaliteit die u in deze video ziet is op dit moment operationeel bij Saxion en wordt sinds de start in 2015 nog ieder jaar verder geoptimaliseerd. Hoe Saxion Educator inzet is in lijn met de belofte die Saxion een aantal jaar geleden aan haar studenten deed. De beloften waren uitgangspunten voor de studentgerichte roosters waar Saxion aan werkte. Studenten van Saxion Part-time School hebben een gepersonaliseerd rooster waarin tempodifferentiatie mogelijk is gemaakt. Ook heeft elk studiejaar meerdere instroommomenten en het onderwijs is modulair opgebouwd in sectoren, clusters en opleidingen. Studenten volgen modules die altijd 5 of een veelvoud van 5 EC waard zijn. Studenten plannen zelf de momenten waarop zij de modules uit hun opleidingsprogramma volgen. Het tempo reguleren studenten door meer of minder modules per kwartiel in te plannen. Om de keuze voor het moment waarop een module gevolgd wordt bij de studenten te kunnen laten, worden veel modules meerdere keren per jaar gegeven. In dit voorbeeld ziet u het studiejaar van twee studenten van verschillende opleidingen. Beide opleidingsprogramma's bevatten de blauwe en groene module, maar de studenten volgen ze op andere momenten. Hoe Educator tempodifferentiatie mogelijk maakt voor studenten en hoe studenten hun eigen studieplanning maken, laten we u graag zien. Educator's studenteninformatiesysteem neemt in de architectuur de individuele student als uitgangspunt. Daardoor zijn studiecontracten per definitie individueel en gebaseerd op in de onderwijscatalogus vastgelegde onderwijsproducten. In ieder studentdossier is vastgelegd welke onderwijs- en/of examenactiviteiten een student uitvoert. Variatie ontstaat daar waar studenten verschillend instromen, verschillende keuzedelen kiezen en verschillende studietempo's hanteren. Die keuzes buiten het standaard opleidingsprogramma kunnen op individueel niveau worden vastgelegd. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om bij 100 keer hetzelfde programma alle studenten in één actie te koppelen. Dit kan eenvoudig worden vastgelegd door de administratie, coach of de student zelf. In dit scherm kunt u zien dat de fictieve student Sanne van Enschede via StudieLink staat ingeschreven voor de opleiding Social Work. In het studiecontract staat de startdatum vastgelegd. Bij het instromen van een student kan aan dit studiecontract ook een BSA-norm gekoppeld worden. Een BSA-norm kan indien nodig voor ieder moment en iedere student individueel worden aangemaakt. Later, bij afgifte van het BSA, kan op deze datum gefilterd worden. Een studiecontract bevat ook het voor de student specifieke opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma wordt gekoppeld in dit scherm. Hier ziet u een overzicht van opleidingen, clusters en modules die aan een studiecontract gekoppeld kunnen worden. Saxion kent deze clusters om volledige opleidingsprogramma's in één keer te kunnen koppelen als dat nodig is. Maar door de moduleopbouw is het ook mogelijk om losse onderdelen te koppelen. Het individuele studiecontract bevat dus het door de student samengestelde opleidingsprogramma, inclusief EC's. Voeg hier het planbord aan toe en tempodifferentiatie is mogelijk, dus ook differentiatie in werklast in EC's. In het planbord zien studenten welke modules en toetsen uit hun individuele studieplan ze moeten inplannen en wanneer ze welke modules kunnen volgen. Hun studiejaar plannen ze er ook mee in. Hoe dat werkt, legt Saxion Part-time School met de volgende video aan haar studenten uit. We gaan eerst naar het planbord en daar selecteer je het juiste studiejaar. Dat is belangrijk. En dan zie je dat alle modules van dit studiejaar al voor je zijn ingepland. Dat is handig. Sommige modules hebben een P en dat betekent dat het hier gaat om een propedeuse module. Er kan ook een dubbele P staan en dan gaat het over een postpropedeuse module. Je ziet ook een boekje staan en daar kun je altijd op klikken. Dan krijg je meer informatie over de module. Ook kan er een vinkje bij de module staan en dat betekent dat je vrijstelling hebt gekregen. En een uitroepteken geeft aan dat je de module nog moet herkansen. Deze modules zijn dus al voor je ingepland. Maar stel dat je een andere planning wilt maken, dan kan dat. Dan klik je op bewerken.
Nu heb je module in de planning staan waarvoor je misschien wel vrijstelling hebt gekregen. Nou, die kun je dus uit je planning slepen. En je hebt misschien ook module waarvan je alleen de toets nog moet herkansen. Want die lessen heb je al gevolgd, dus die kan je ook uit je planning slepen. Maar je kunt ook module aan je planning toevoegen. Zo zie je dat je in kwartiel 2 vrij weinig te doen hebt. Dus je kijkt links onderin of er modules zijn die je graag wilt inplannen. C3 klinkt wel leuk. Dus die sleep je naar, even goed naar de locatie kijken. Ja, maandag 7:15 in Enschede. Oh nee, ik heb een foutje gemaakt. Want module S05 staat ook al voor diezelfde maandag ingepland. Misschien kunnen we de S05 dan plannen naar een andere tijdstip. Nee, helaas wordt deze module niet op een ander tijdstip gegeven in Enschede. En in het derde kwartiel? Ja, daar is nog een plek vrij, 4:15 in Enschede. Nou, zo kan je dus jouw eigen studieplan invullen zoals jij dat wilt. En ben je klaar, dan klik dan op opslaan. Je hebt nu een conceptplanning gemaakt en deze planning bespreek je met je studiecoach. En als alles in orde is, maakt de studiecoach de planning definitief. In het individuele studiedashboard dat iedere student in Educator heeft, staat naast het planbord ook een tabblad studievoortgang. Daarin zien studenten in een oogopslag hoe zij ervoor staan. Bovenaan het scherm staat hoe ver studenten gevorderd zijn met hun BSA, propeduizen en of postpropeduizen. Daaronder staan de modules uit het individuele opleidingsprogramma en, indien beschikbaar, de behaalde resultaten voor die modules. Resultaten behalen studenten door toetsen af te leggen. Wanneer een student een module inplant in het planbord, schrijft de administratie van Saxion Part-Time School de student in voor de bijbehorende toets. Het is mogelijk om te limiteren op onder meer het maximaal aantal toetskansen per individueel studiejaar. Educator biedt de student de mogelijkheid zichzelf in te tekenen op herkansingen. Wil een student de lessen niet volgen, maar alleen herkansen, dan kan hij zich daarvoor intekenen. Het studieverloop is niet alleen zichtbaar voor studenten. Het dashboard voor begeleiding biedt docenten een overzicht van de voortgang van hun studenten. Door een van de studenten te selecteren, ziet de docent gedetailleerd de voortgang van die student. Daar hoort ook het bindend studieadvies bij. Of een student een positief advies krijgt, wordt bepaald door de BSA-normen. Hoe de studenten van een docent vorderen op dat gebied, staat overzichtelijk in dit scherm. Graag willen we het ook nog kort hebben over hoe jaarlijkse curriculumveranderingen consequenties hebben op keuzemogelijkheden en keuzemomenten van studenten. Educator kent een integrale onderwijscatalogus waarmee het curriculum-ontwikkelproces ondersteund kan worden. In de onderwijscatalogus leggen bedrijfsbureaus of docenten het curriculum vast. Hierin wordt de procesgang ondersteund door fases te onderkennen waarin het curriculum tot stand komt. De fases zie je hier terugkomen voor het onderwijsproduct cursus. Educator kent edities. Daarmee wordt het ontwikkelproces van onderwijs per editie ondersteund. In een editie worden wijzigingen gemaakt en al het onderwijs voor volgend jaar staat erin klaar. Op een bepaald moment wordt een editie gepubliceerd. Educator kent hierbij onderwijsinstellingen die werken op basis van een cohortgebaseerd oer of een eenjarig oer. Saxion hanteert een eenjarig oer. Keuzemogelijkheden worden gemaakt vanuit het nieuwe eenjarige oer. Op basis daarvan wordt dus een individueel studiecontract gemaakt voor een student of groep studenten. Keuzemomenten worden pas in de voorbereiding op dat nieuwe jaar gemaakt, op basis van de op dat moment aangeboden momenten. Dat zag u eerder in de demonstratie van het planbord. Educator ondersteunt curriculumveranderingen dus door het individuele studiecontract stapsgewijs te kunnen vullen, bijvoorbeeld per periode, semester of academisch jaar. Daarmee worden er dus geen wijzigingen gemaakt in het studiecontract, maar wordt er uitgegaan van het nieuwe eenjarige oer. Eerst wordt het nieuwe curriculum doorgevoerd. Dat curriculum wordt vervolgens op individueel niveau gekoppeld aan studenten. Daarbij biedt Educator, daar waar het fundamentele wijzigingen betreft, de mogelijkheid eenheden in Educator te vervangen. Eenheid A wordt vervangen door eenheid B in een nieuwe editie. Hopelijk heeft u na het zien van deze video een beeld bij hoe Educator studeren in eigen tempo mogelijk maakt. Op zoek naar meer kennis en inspiratie op het gebied van versnellen en vertragen met Educator? Bezoek dan www.educator.eu/kennis-en-inspiratie voor meer informatie.
Dan zou ik heel graag het woord willen geven aan collega Elsbeth Vonkelman om met Educator in gesprek te gaan over de challenge studeren in eigen tempo. Wij hebben alle filmpjes bekeken en een van de vragen die bij mij heel erg bleef hangen, naar aanleiding van al die filmpjes en dan terugkijkend naar Educator, was: wat is het uitgangspunt van deze applicatie? Is dat het curriculum, waar de student een keuze uit maakt? Of is dat de student? Anders geformuleerd, wordt de student in het CIS opgenomen als een onderdeel van een opleiding? Of is de student van de instelling die kan resultaten halen binnen een of andere opleiding? Ja, dat is een goede vraag. Als ik kijk naar het antwoord op die vraag, ligt die denk ik ook in het ontstaan van Educator. Want Educator is ontstaan in de tijd van 2005, 2006. In de tijd dat we het nu hebben over vraagsturing. In 2005 bij Windesheim, vraagsturing centraal stond in haar strategische nota. Dat was eigenlijk ook mijn eerste ervaring met het hoger onderwijs. En waar later bleek niet alleen bij Windesheim, maar bij een heleboel andere HO-instellingen. En als ik kijk naar de vertaalslag van die strategische beleidsnota en de vraagsturing, wat ook de startpunt was voor de samenwerking tussen Hogeschool Windesheim en Educator, als het gaat om de ontwikkeling van Educator, zie je dat daar een onderwijscatalogus is ontstaan waarin je het onderwijs modulair vastlegt. De basis van het vastleggen naar de student. En dat daarnaast, dat heette destijds nog een persoonlijk activiteitenplan, een PAP, een basis is ontstaan voor de student waarin op zijn niveau persoonlijk is vastgelegd waar hij mee aan de slag gaat. Dus het is in Educator niet zo dat je een algemeen programma hebt waar studenten aan gekoppeld wordt. Nee, je hebt een onderwijscatalogus waarin je onderwijs in nominale zin vast ligt. Waarin er vervolgens vanuit dat opleiding, vanuit het aanbod in de catalogus, een vertaalslag gemaakt wordt naar de individuele student. En dat kan betekenen, als ik even kijk naar verschillende opleidingen, dat neem even de commerciële economie in een HBO-instelling, veel studenten, veel instroom, dat alle 1000 van die instroom hetzelfde opleidingsprogramma krijgen. Dus dat is 1000 keer een individueel plan. Maar het zou net zo goed kunnen betekenen dat daar waar je kijkt naar meer een flexibele vorm, er echt op maat wordt vastgelegd waar de student mee aan de slag gaat. Ik hoor je spreken over de catalogus en ik hoor je spreken over de opleiding. Mm-hmm. Is dat PAP gebonden aan die opleiding? Aan die opleiding op enig moment met een instroommoment? Klopt, ja. Dus we hebben natuurlijk de video hebben uitgewerkt aan de hand van de Saxion Part-Time School. Of eigenlijk Saxion in brede zin. En waar zij 2015, 2016 Educator, Bison bij Educator ook hebben uitgewerkt. En verder hebben verbreed naar hun part-time onderwijs. En daar zie je eigenlijk hetzelfde principe. De onderwijscatalogus waarin het onderwijs vast ligt. Vervolgens de vertaalslag naar... Waar ga jij als student mee aan de slag? En wat ligt er dus op individueel niveau vast als het gaat om mijn keuzes? En daar zie je eigenlijk de verbinding tussen de onderwijscatalogus en het studiecontract voor de persoonlijke student. Waarbij dat, als ik even naar het instroommoment ga, dat ook een gegeven is in Educator waar ook op allerlei manieren op gefilterd kan worden. Hè? Dus je zegt bijvoorbeeld... Ik zou alle studenten vanaf een bepaald instroommoment willen weten en willen kijken naar de BSA. Bijvoorbeeld een van de voorbeelden of de vragen die ook gesteld worden in de challenge. Maar de keuzeopties van die student in kwestie worden dus bepaald door de plek en het moment waarop hij in de catalogus wordt toegevoegd. Naar de keuzeopties, die leg je in de catalogus vast. Hè? Dus in de catalogus liggen... keuzemogelijkheden vast. Dus dat zou binnen het programma kunnen zijn of buiten het programma. Neem even verdiepen of verbreden vanuit minoren bijvoorbeeld. Maar keuzeopties liggen ook, als het gaat om binnen het programma, op momenten van uitvoering.
Dus als je het hebt over versnellen en vertragen, zie je dat Saxion het planbord gebruikt als mechanisme om de student keuze te laten over, oké, dit is een route die je kunt volgen. Dit is een examenprogramma met modules, zo wordt het bij Saxion genoemd, waarin ik zelf de keuze heb om te zeggen, dit volg ik in kwartiel 1 of deze volg ik in kwartiel 2. Waarbij het planbord, en ik denk dat we daarin ook wel een stapje verder gaan dan wat op dit moment in de markt beschikbaar is, zelfs informatie uit het rooster meeneemt als het gaat om momenten van uitvoering die gepland zijn, zodat de student in zijn planning op basis van momenten van uitvoering keuzes maakt en zelfs dus zou kunnen zeggen, als ik even kijk naar Saxion, ik pak een moment in Deventer, terwijl mijn voorkeur locatie Enschede is. Maar wel binnen de grens van de geplande opleiding. Ook al, dus even voor de goede orde. Ik heb een verwante opleiding waar ik eenzelfde soort vak zie. Mm-hmm. Wat mij beter past. Of waarvan ik denk, hey, versnellen, ik wil die eigenlijk wel erbij doen. Mm-hmm. Kan ik dat ook zien? Kan ik dat ook toevoegen? Klopt, ja. Ja, dus eigenlijk heb je dan natuurlijk verschillende gradaties in keuzes maken. Hè? Dus je hebt keuzes maken als het gaat om keuzeruimte binnen het programma of keuzeruimte wat buiten het programma is vastgelegd. En je hebt een gradatie als het gaat om wanneer maak ik bepaalde keuzes binnen het programma. En alle drie zijn mogelijk in Educator. Dus bij Saxion maken studenten ook keuzes als het gaat om hey, dit ga ik ook volgen, wat niet primair een onderdeel is van van de standaardroute van een opleiding bijvoorbeeld. En ook dat wordt individueel vastgelegd in het studiecontract van de student. Hanna, volgens mij is dit wel een mooie voor het vervolgvraagstuk wat jij wilde inbrengen. Je staat nog op mute. Ja, Paul had net een introductie al over dat er in de Tweede Kamer gepraat is over het flexibel studeren, dus dat je per studiepunt kan betalen. Dan zullen waarschijnlijk meer studenten bijvoorbeeld misschien maar één vak bij een universiteit gaan volgen of van minder vakken in een jaar gaan volgen. Hoe kijken jullie daar tegenaan met jullie applicatie tegen die toekomstmuziek? En hoe denken jullie dat te gaan realiseren? Als ik kijk naar flex studeren, is dat wat mij betreft een onomkeerbare ontwikkeling. Even los van het feit of flex studeren dan in die vorm blijft staan. Maar flexibiliteit is iets wat alleen maar zal toenemen. Dat zien we natuurlijk nu op allerlei vormen terugkomen. En als ik dan kijk naar Educator in de basis, zie je dat, en dan ga ik maar weer terug naar het gesprek wat we net hadden. Educator ontstaan is vanuit de architectuur in een tijd waarin vraagsturing en flexibiliteit ook centraal stond. En daar is Educator vanuit haar architectuur op gebaseerd. Dan zien we dat wij, ook als kijk naar de ontwikkelingen nu, niet denken in hey, wat gaan we daarin toekomstig realiseren, maar vooral ook in wat hebben we daarin nu al gerealiseerd. Hè? Ik bedoel, dat zie je in de functionaliteit van het planbord terugkomen. Dus dat zijn niet alleen maar toekomstige ontwikkelingen, maar dat zijn ook gewoon concrete best practices. Als ik kijk naar flex studeren, dan zie je dat wij vanuit de volgapplicatie iets waar wij, wat wij nu ook zeg maar in operationeel hebben bij verschillende klanten, dat flex studeren eigenlijk al ondersteunen als het gaat om op individueel niveau vastleggen welke modules ga jij mee aan de slag. Wij hebben een 3 jaar geleden ook de ontwikkeling ingezet als het gaat om de inschrijf. Functionaliteit, hè, daarmee de verbreding naar het CIS in brede zin. En dat is een domein waarin we als het gaat om het flex studeren vanuit de architectuur die we kennen, deze functionaliteit ook verder zullen verbreden, zodat we eigenlijk daarmee het hele proces van aanmelden tot en met diplomeren, inclusief het volgen en begeleiden, in de breedte aankunnen. Ook als het gaat om het flex studeren of allerlei andere vormen, als het gaat om flexibele vormen, hè, of andere samenstellingen van een individueel studieplan. Dus ook als iemand niet echt ingeschreven, niet een hele studie wil volgen bij een universiteit bijvoorbeeld of een andere onderwijsinstelling,
en gewoon één vak wil volgen, dan kan jullie applicatie daarmee omgaan. Zeker, ja, kijk, als ik kijk nu naar Saxion bijvoorbeeld, zie je dat vanuit de Saxion Part-Time School daar modules aangeboden worden en ook al studenten vanuit een voltijdopleiding de mogelijkheid hebben om als cursist deel te nemen aan diezelfde modules. En eigenlijk in feite is dat zeg maar in de basis al hetzelfde principe waarin er een student, een voltijdstudent, een voltijdopleiding geregistreerd wordt en daarnaast nou, individuele modules volgt en ook in zijn studieplan te zien krijgt. Waarbij Saxion daar ook nu al mee omgaat in de vorm van daarmee kan een student een certificaat krijgen voor die individuele module of op een x-moment zelf stapelen en zeggen, hey, wacht, ik heb deze module al gehaald. Ik ga nu ook voor de volledige opleiding en daarmee krijg ik een vrijstelling voor de individuele module. Dus het principe is hetzelfde. Het proces vanuit flexstuderen heeft natuurlijk ook een aspect in zich van betalen aan de voorkant, afspraken maken en de vertaalslag naar het individuele studiecontract. Oké, bedankt. Wordt bij Saxion alleen door de part-time school hiervan gebruik gemaakt? Of is ook zijn de voltijdopleidingen al op deze manier actief? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal of het op dit moment al zo is. Maar de planboards, zoals ook in de video is getoond, is wel een ontwikkeling wat in de Saxion part-time school ontstaan is. Omdat daar natuurlijk ook de noodzaak en de behoefte was. Met wel de intentie om dit breder te gaan inzetten. Nou, je ziet natuurlijk nu bij de Saxion Part-Time School dat je nu een paar jaar verder bent en ook echt opschaalt in studenten. Dus daar wordt echt op schaal gebruik gemaakt. Het zou kunnen zijn dat er op kleine schaal al binnen de voltijd gebruik gemaakt wordt. Maar dat durf ik even niet met zekerheid te zeggen. Maar ik denk dat dat grosso modo wel de ontwikkeling is. Hoofdzakelijk in het part-time onderwijs en gedeeltelijk in het voltijd. Roel, je refereert een paar keer aan de Saxion Part-Time School. Die was natuurlijk ook onderdeel van de casus die jullie gepresenteerd hebben. Mm-hmm. Het mooie van de manier, vind ik, waarop ze dat onderwijs gestructureerd hebben, is het zijn allemaal eenheden van 5 EC. Stel nou dat ze een totaal ander programma hadden, met grotere eenheden, kleinere eenheden, dat soort zaken. Werkt dat dan op exact dezelfde manier binnen jullie applicatie? Of moet je standaardiseren op een bepaalde manier? Nee, je hoeft niet te standaardiseren om Educator te gebruiken, maar je moet standaardiseren om de flexibiliteit natuurlijk aan je studenten mogelijk te maken. Dus in dat opzicht hangt Educator ook niet aan per se aan het model van je moet per se in eenheden van 5 EC's gaan werken. Of je moet, wat Saxion natuurlijk ook kent, de part-time school, is dat ze vaste lesdagen hebben en vaste lesmomenten waarin je daarmee ook de flexibiliteit heb om te zeggen, ik maak keuzes of er valt een onderdeel weg omdat ik daar een vrijstelling voor heb en ik vul die anderhalf uur op dat lesmoment vanuit een andere module. Ja, dat zijn randvoorwaarden om het mogelijk te maken voor je studenten, maar niet per definitie randvoorwaarden die het verplicht maken om op een bepaalde manier met Educator te werken. Dus, helder. En even vanuit het perspectief van de student dan, die wil flexibel gaan studeren, die wil zijn keuzes gaan maken. Hoe kan die, er is een enorm aanbod binnen deze casus, Saxion Part-Time School. Hoe kan die zoeken naar de juiste onderdelen en zien of dat wel of niet verplicht is voor zijn examenprogramma, of dat hij dat facultatief wel of niet zou kunnen volgen? Kun je daar wat over vertellen? Ja. Ja, als je kijkt naar, dan kom je eigenlijk weer op de wisselwerking tussen het, zeg maar het studiecontract, waarin er al voor de student is vastgelegd wat hij heeft afgesproken, en de onderwijscatalogus, waarin het opleidingsplan of het programma in brede zin vast ligt. Of in de onderwijscatalogus ook andere mogelijkheden vastleggen, of andere modules of andere minoren, of minoren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk twee elementen die de student ook kan gebruiken. De student kan de onderwijscatalogus gebruiken om te zoeken en te oriënteren. Dat is een functionaliteit die we eigenlijk ook al kennen, waarin er, ook als ik kijk nu naar de ontwikkelingen, wel weer, ook als ik kijk naar onze eigen roadmap, allerlei initiatieven zijn om dat zoeken zeg maar verder mogelijk te maken.
En een van de ontwikkelingen die daar bijvoorbeeld bij hoort is dat we het onderwijskantoor nu nog heel erg vanuit een eigen groep aanbieden, de studenten binnen de hogeschool. Als je kijkt naar het middelbaar beroepsonderwijs zie je dat nou, met leven lang ontwikkelen, wat natuurlijk net zo goed een thema is in het hoger onderwijs, ze die onderwijskatalogus ook willen gaan aanbieden aan populaties buiten de onderwijsinstellingen om daarmee het onderwijsaanbod wat je hebt zowel aan geïnteresseerden binnen de school aan te bieden, maar ook buiten de school bijvoorbeeld. Dus de catalogus is ook echt een middel voor de student om zich breed te kunnen oriënteren op het aanbod, te kunnen kijken op welke momenten dat wordt aangeboden en op die manier de puzzel te kunnen leggen met zijn eigen agenda en het aanbod van de onderwijsinstelling. Klopt, ja. Waarbij ook als ik kijk naar Saxion Part-Time School, ik denk dat dat enerzijds een instrument is voor de student, maar ook wel degelijk voor het gesprek tussen coach en student. Hè. Dus daarin zal de coach hem ook de juiste mogelijkheden aanreiken in gesprek als het gaat om, hey, is dit wat voor je? Of hey, wacht, dit zijn een aantal mogelijke alternatieven. Dus daarin is het voor de student een instrument, maar net zo goed voor de studiecoach. Ja, precies. En je kan dus als student kun je kijken natuurlijk naar de vakken die horen bij het examenprogramma wat je volgt, het diploma wat je uiteindelijk wil behalen, maar ook daarbuiten neem ik aan. Klopt, ja. Ja. Hartstikke mooi, dank. Marina, als ik me niet vergis, had jij ook nog een vraag? Eigenlijk was dit mijn vraag. Maar de vraag is zeg maar, als een flexstudent bij jullie studeert en het curriculum verandert, hoe gaat jullie programma daar dan mee om? Want die volgen natuurlijk niet het normale examenprogramma, dus die staan niet echt gekoppeld aan een collegejaar. En hoe gaat jullie programma om met curriculumverandering? Ja. Ja, als ik even dan de casus erbij pak, wat me daarin met name opviel is dat, en volgens mij werd er, ik moet even kwijt wat de exacte formulering was, maar werd er op een gegeven moment gezegd van de instelling wil geen individueel examenprogramma bijhouden. En wat er vervolgens in de casus gebeurde was dat er eigenlijk een volledig examenprogramma, inclusief noem maar even alle eenheden van het tweede jaar ook gekoppeld werden aan die student. En dat heeft allerlei consequenties, want hij krijgt verkeerde onderdelen aangeboden die hij pas in het tweede jaar volgde. Als ik kijk naar educator, dan of dat nou een instromer is in februari of een flexstudent, leg je dus niet zozeer het volledige examenprogramma, of koppel je niet het hele examenprogramma aan die student, maar koppel je alleen, als ik kijk even naar die flexstudent, de 4 modules voor in totaal 12 EC's aan deze student. En dat is ook bepalend voor waar cijfers voor kunnen worden ingevoerd, of dat is ook bepalend voor enrollment in de elektronische leeromgeving, of voor beoordelingsformulieren die jij ziet. En daar waar deze student, terug te komen op de vraag als het gaat om curriculumveranderingen, daar waar hij dus voor het volgend jaar nieuwe keuzes maakte en verder gaat met een aantal extra modules, zullen dus niet zozeer de modules van toen, van vorig jaar, aan hem gekoppeld zijn, maar als ik even kijk naar een Saxion bijvoorbeeld, die werkt met een eenjarige oer, stapt hij ook in met de modules van dat jaar met de bijbehorende voorwaarden. Hè. Dus de toetsvorm is iets veranderd en zal hij ook aan die module deelnemen en niet zozeer aan de oude module. Roel, als ik maar, samenvat omwille van de tijd, sorry Marike, maar we straks in de breakout nog even op door moeten gaan, maar als ik hem heel kort samenvat, Roel, dan ziet de student altijd het actuele aanbod, nooit achterhaalde informatie. Zeker, ja. Waarbij het natuurlijk wel bepalend is hoe de opleiding dat vastlegt. Hè? Dus er zijn opleidingen die het in één keer voor 4 jaar koppelen. Of... Nee, daar komen we straks in de breakout room op terug. Dankjewel. omwille van de tijd gaan we door naar de volgende leverancier. Zoals gezegd, we hebben maar een minuut of 12 per leverancier. Sanne en Roel, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. We zien jullie straks om 11:30 heel graag terug in de breakout room. Ik heb hier nog een aantal vragen geformuleerd staan voor jullie. Maar er zijn ongetwijfeld ook aanwezigen nu die graag in de gelegenheid zijn om jullie verder te vragen over Educator. Dank jullie wel.